Hallo allen en welkom weer bij deze hints en theorieën video over De Mol België. Als je hier nieuw bent, abonneer dan zeker voor meer van dit soort video's. En laten we dan maar snel gaan beginnen met deze speciale, korte video. Goed, De Mol is dus bekend. En daarmee was het ook weer de video. Laat vooral in de comments weten wat jij vond van deze mol. En dan zie ik jou volgend seizoen. Laters. Nee joh. Natuurlijk niet. Is weer een nieuwe mol. Maar wat kunnen we dan gaan bespreken nu? Want De Mol is nu veranderd en daar kunnen we pas volgende week weer iets mee waarschijnlijk. Nou, we kunnen natuurlijk nu nog even bespreken van, goh, wie zou nou nu een betere vervolgmol zijn? Nou, als we naar het interview met Gilles kijken, dat elke kandidaat zeg maar naar Gilles ging, een beetje ging vertellen van, goh, zou je een mol willen zijn, dat soort dingen. Dan lijken mij Sven en Anke perfecte molkandidaten. Die zouden zeker echt mol kunnen zijn. Sven die kan heel stil zijn, een beetje op de achtergrond, maar vooral ook één blik houden tijdens dat interview. Een beetje een mysterieuze vent, zoals Gilles ook zei. En daarnaast Anke kan dat natuurlijk ook heel goed zijn. Ze is regisseur geweest. Zoiets. En die heeft ook heel goed, die kan dingen opsporen, dus die kan ook zeker een goede mol zijn. Wat kun je hiermee? Wat kun je met deze video überhaupt? Niet veel. Het enige wat je kunt doen is mijn persoonlijke mening zien. En ja, de afgelopen afleveringen, daar hebben we dus nu eigenlijk gewoon helemaal niks meer aan. Het is heel zielig voor Filip, maar het is natuurlijk ook echt een domperpunt voor De Mol België. We zullen zeker volgende week wel weer meer kunnen ontdekken over wie de nieuwe mol is in De Mol België. En daarmee komt deze hints en theorieën video ook weer tot het eind. Abonneer zeker voor meer... Als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zeg ik jou tot de volgende keer en laters.